Focus hier en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. December, oftewel 2020, zit er bijna op. Dus het is tijd om een update te geven over het portfolio. En we kijken alvast vooruit naar 2021. Dus laten we snel beginnen. Zoals jullie weten ben ik 1 december een nieuwe serie begonnen waarin ik laat zien hoe ik een portfolio aan het opbouwen ben. Ik begin elke maand met 2500 euro, dat is een vast bedrag, dus het is niet dat ik op een gegeven moment 5000 euro per maand ga beleggen. Ik hou me gewoon vast aan die 2500 euro per maand om te zien wat voor resultaten ik kan boeken. Dat doe ik allemaal op de Giro, daar koop ik zoals meeste Nederlanders al mijn aandelen. Mocht je interesse hebben om een account aan te maken bij de Giro, in de beschrijving staat een linkje. Registreren via de link helpt ook nog eens het kanaal. Dus dat zal ik altijd op prijs stellen. We begonnen natuurlijk 1 december en heel veel aandelen die hier tussen staan zijn natuurlijk niet meteen op 1 december aangeschaft. Er zit natuurlijk stapsgewijs dat ik enkele aandelen ging analyseren en bespreken en dat ik er een video over ging maken. Het eerste aandeel wat ik kocht was Tattoo Chef. En als je ook kijkt naar de return, of beter gezegd percentage ongerealiseerde winst, want ik heb het natuurlijk nog niet verkocht, doet het gewoon hartstikke goed. Ik had om eerlijk te zijn niet verwacht dat ik in minder dan een maand bijna 60% ongerealiseerde de winst zou behalen. Dat heeft natuurlijk niemand. Zeker niet met een bedrijf wat best wel al populair was onder de beleggers zijnde. Stel je voor, je vindt een aandeel waar niemand het over heeft. Nou, dan is de kans wat groter als het aandeel wordt opgepikt door grotere beleggers dat het snel kan gaan. Maar Tattoo Chef kwam natuurlijk via een spec op de markt en mensen hadden er al van gehoord. Dus dan zie je niet zo vaak een enorme stijging. Zoals je ook ziet is mijn gemiddelde aankoopkoers $15.35 en de koers op dit moment is net onder de $25. En je ziet dus ook een totale waarde van meer dan 1000 euro op dit moment. Nou, dat was natuurlijk niet de instapprijs, want je ziet hier al een ongerealiseerde winst van €380,71. En om eerlijk te zijn, ben ik ook niet van plan om te verkopen. Ik denk dat dit gewoon een heel groot bedrijf gaat worden. Ze bieden natuurlijk plantaardige producten aan. Ze zijn ook heel snel aan het ontwikkelen om ervoor te zorgen dat ze in steeds meer winkels beschikbaar zijn. Ze hebben in november zijn ze een webshop begonnen, wat ervoor zorgt dat mensen ook online de producten kunnen binnenslaan. Weten natuurlijk met het virus dat op een gegeven moment ook in Amerika kan betekenen dat er lockdowns zijn. Gaan mensen natuurlijk vooral online bijvoorbeeld heel veel bestellen. En e-commerce is natuurlijk steeds groter aan het worden. Dus ik heb totaal niet de intentie om Tattoo Chef in 2021 te verkopen. Ik wil het echt nog een hele lange tijd vasthouden. Ik heb natuurlijk al een heel diepe analyse gegeven over Tattoo Chef. Ik heb er al meerdere video's over gemaakt. Dus ik ga niet weer heel erg de diepte in, want dat heb ik natuurlijk al eerder gedaan. Maar als ik kijk naar 2021, zal het me helemaal niet verbazen als we op een gegeven moment op die $40 zitten. Ik verwacht dat er steeds meer mensen eigenlijk de potentie achter Tattoo Chef gaan zien. Ik verwacht ook dat elk kwartaal dat ze de nieuwe cijfers uitbrengen, dat steeds meer mensen erachter komen dat er nog heel veel groeimogelijkheden zijn. Sowieso ben ik benieuwd in het eerste kwartaal wat de cijfers gaan zijn als het gaat om de online verkopen. Omdat ze natuurlijk in november 2020 het hebben geïntroduceerd, het verkopen via de webshop, weet je nog niet of het echt aanslaat. Dus ik ben heel benieuwd wat dat gaat betekenen. Ik denk dat heel veel beleggers daar benieuwd naar zijn. Maar tot nu toe gaat het natuurlijk al hartstikke goed. Stel je voor, we krijgen weer een correctie. Je zou bijna zeggen, het zit eraan te komen omdat het zo goed gaat. Ik wil niet zeggen dat het natuurlijk gaat gebeuren. Maar dan is er natuurlijk al heel veel ruimte, omdat je al een behoorlijk percentage ongerealiseerde winst hebt. Dus ik heb heel veel vertrouwen in Tattoo Chef en ik blijf in 2021 echt het aandeel nog een heen. Sowieso in 2021 nog behouden. Waarschijnlijk nog een paar jaar extra. En dan hebben we Dropbox. Dat is natuurlijk een bedrijf wat al jaren bekend is. Ik richt me vaak ook op groeiaandelen. Is natuurlijk wel wat risicovoller, omdat je kijkt naar de potentie in plaats van behaalde resultaten. Maar Dropbox is natuurlijk een aandeel wat er al een tijdje is. En ik richt me dus ook op aandelen die niet net opkomen. Nou, Dropbox is natuurlijk een goed voorbeeld van een bedrijf / aandeel wat er al een tijdje is, waarvan ik verwacht dat ze er ook nog een tijdje zullen blijven. De reden achter Dropbox heb ik natuurlijk
al uitgelegd, maar die reden is ook niet echt veranderd hoor. Het gaat natuurlijk nu al hartstikke goed met 22% ongerealiseerde winst. De gemiddelde aankoopprijs was net boven de $20 en nu zitten we op $24.65. Op dit moment heeft het een waarde van €606. Ik hoop eigenlijk als ik kijk naar 2021 dat het net zoals Tattoo Chef richting de $40 gaat. Ik verwacht ook dat steeds meer beleggers gaan inzien dat Dropbox meer is dan alleen maar een cloud service programma. Dat je alleen je bestanden in de cloud kan opslaan. Het is veel meer en ik verwacht ook dat steeds meer mensen tot die conclusie gaan komen. En Dropbox is ook een hele tijd een beetje ondergesneeuwd. Het bleef een beetje hangen rond het $19 tot $20. Ik kan het natuurlijk nu ook heel eventjes laten zien bij Dropbox. Je drukt er even op, even kijken. Je drukt gewoon op het jaar en heb je al een goed overzicht om inderdaad te laten zien dat de aandeelprijs, ja, het was niet heel erg veelbelovend. Want als je kijkt aan het begin van 2020, zie je dat je op de $18 stond. En op een gegeven moment ging het wel weer de goede kant op. Je ziet zelfs dat de $23 was bereikt. Je ziet weer een daling en het bleef dus echt maandenlang tussen de $18 en $21 hangen. Dus heel veel beleggers die kijken bijvoorbeeld naar het laatste jaar en denken bij zichzelf van ja, het is allemaal een beetje gestagneerd. Toen het op de markt kwam via een IPO was het nog hoger. Heeft het wel nut om te gaan beleggen? Want het is al maandenlang een beetje zijwaarts aan het gaan. En dat zorgde ervoor dat heel veel beleggers denken van weet je wat, ik ga mijn geld wel ergens anders in stoppen. Maar ik kijk natuurlijk naar de lange termijn. Als het betekent dat ik eerst 7 maanden zie dat de aandeelprijs een beetje stagneert of een beetje van 18 naar 20, dan weer naar 18, dan naar 19. Als het daarna bijvoorbeeld naar de 30 schiet, over een jaar tijd of anderhalf jaar tijd, maakt het me niet heel erg veel uit. Ik heb geduld, ik kijk naar de lange termijn. Maar je ziet natuurlijk ook, als je kijkt naar de laatste 3 maanden, dat we natuurlijk behoorlijk omhoog zijn gegaan. En je ziet ook vaak dat een bepaald gevoel van hype of van FOMO, van fear of missing out, dat er heel veel beleggers dan toch denken, ja, laat ik maar instappen, zometeen ben ik te laat. Dus ik heb hele hoge verwachtingen van Dropbox in 2021, dus ik heb absoluut niet de intentie om te gaan verkopen. En we zitten natuurlijk nu al op iets meer dan 22% winst. Nou, dat is echt natuurlijk een prima aankoop geweest. En dan gaan we door met de volgende en dat is een SPAC, dat is DMY Technology Group, oftewel Genius Sports. En dat levert alle data achter online sportweddenschappen. Zoals jullie weten heb ik heel veel vertrouwen in de markt van online gokken en online gaming. En ik verwacht dat het blijft groeien. Ik zit er ook aan te denken om aan dit portfolio een aandeel toe te voegen in dezelfde markt. Maar ik wil natuurlijk voor spreiding zorgen. Dus ik kijk een beetje aan de komende week welke kant ik op wil gaan. Maar de kans is aanwezig dat ik opnieuw een aandeel ga toevoegen aan dit portefeuille dat ook in deze markt zit. Nou, dat geeft natuurlijk wel aan dat ik veel vertrouwen heb in deze opkomende markt. Zoals ik al zei, is het wel een meerjarenplan, want het is een opkomende markt, gaat gewoon wat jaartjes overheen. En sinds 2018 zie je gewoon een groei als je kijkt naar in Amerika van het online gokken en het online wedden. Dat heeft er namelijk mee te maken dat voor 2018 het niet mogelijk was. Het was gewoon illegaal om online te gokken en online te wedden. Maar toen was er namelijk een zaak via de Supreme Court. Die hebben aangegeven dat elke staat zelf mag beslissen of ze dat online gokken en het online wedden gaan toelaten. Nou, sindsdien zie je dus al dat behoorlijk wat staten ervoor hebben gezorgd dat het gokken en het wedden gewoon mag. Want dat zorgt natuurlijk voor dat er heel veel geld binnenkomt. Je moet dus weten hoeveel mensen altijd toch eventjes in het weekend bij een sportweddenschap een gokje wagen. Dan heb je het niet alleen maar over het geld wat binnenkomt als iemand een weddenschap verliest, maar je moet natuurlijk ook weten de belasting over die winst, dat tikt hartstikke hard aan. En heel veel staten die volgen een beetje het voorbeeld van de eerste staten die op dit moment het al mogelijk maken om online te gokken en online te wedden. Dus ik verwacht vooral in Amerika een enorme groei en Genius Sports is marktleider in het leven van data achter die sportweddenschappen en die zijn gewoon cruciaal voor elke serieuze broker. Dus ik verwacht ook dat hun mee gaan groeien. Het is natuurlijk een SPAC, wat betekent dat de merger nog afgerond moet worden. Naar verwachting zal dat in het eerste kwartaal van 2021 zijn, maar dat is natuurlijk geen zekerheid. Er kan altijd wat op het pad komen wat ervoor zorgt dat er wat vertraging oploopt. Maar ja, dat is natuurlijk met lange termijn beleggen. Je kijkt naar de lange termijn. Als je al ziet, op dit moment gaat het natuurlijk ook wel hartstikke goed. Toen ik
instapte was de prijs $11.55 en we zitten nu op $16.61. Je ziet ook dat de totale waarde het één na grootst is en op dit moment iets meer dan 42% ongerealiseerde winst. Dus ik ben hartstikke tevreden. Natuurlijk kan het betekenen dat we weer eventjes omlaag gaan. Sowieso met een SPAC zie je gewoon dat de aandeelprijs vaak schommelt in prijs. Maar dat weet ik als ik ga beleggen in SPACs. Maar als je kijkt naar de laatste maand, ja, dat is natuurlijk iets wat je graag wilt zien. En als je ook kijkt, het stond natuurlijk heel lang op $10, omdat toen nog niet bekend was welk aandeel, of beter gezegd welk bedrijf, deze merger ging aangaan. Maar je zag al heel snel hier een spike in de prijs. En ja, sindsdien is het eigenlijk alleen nog maar omhoog gegaan. Dus ik heb heel veel vertrouwen in het komende jaar. Beter gezegd misschien nog in de komende jaren. Dus dit gaat echt een aandeel zijn voor ja, 3 tot 5 jaar wel. Want dat gaat nog wel eventjes duren voordat je in Amerika overal kan wedden. En ik denk dat het dan veel hoger staat dan $16.61 op dit moment. En dan hebben we NIO, dat is het aandeel wat het slechts presteert, maar op dit moment nog steeds in de plus staat, ook al is het minimaal. Een ongerealiseerde winst van €11.57, oftewel iets meer dan 2%. Op dit moment is de koers $45.77 met een gemiddelde aankoopprijs van $44.63. We beginnen natuurlijk al een tijdje behoorlijk laag. Op een gegeven moment werd de $40 zelfs bereikt. Toen heb ik ook een update video gemaakt waarin aangaf dat als het $38 zou bereiken, dat ik mijn positie zou vergroten met €200. Nou, dat gebeurde niet, maar dat betekent natuurlijk niet dat het alsnog kan gebeuren. Dat geeft natuurlijk wel aan dat ik nog steeds heel veel potentie zie in NIO. Het zal natuurlijk raar zijn als dat in een maandje helemaal omgeslagen is. Dus op dit moment, ja, ik blijf gewoon rustig afwachten. Stel je voor, we zakken naar de $38, betekent dat ik alleen maar mijn gemiddelde aankoopkoers kan verlagen. Dus natuurlijk heb ik liever dat we nu weer heel snel naar de $55 gaan. Maar stel je voor, we gaan weer onderuit, is er geen reden tot paniek. Je ziet de laatste tijd wel dat NIO een beetje heen en weer schommelt. Het ging eigenlijk heel lang alleen nog maar omhoog. Je ziet hier ook een toppunt van 23 november van $55. En sindsdien zie je best wel een negatief effect op de markt. Het gaat een stukje omhoog om vervolgens weer wat verder te zakken. Dat heeft ermee te maken met de mogelijke delisting. Er is natuurlijk een wet doorheen gekomen, of er komt een wet bijna doorheen Amerika, wat het mogelijk maakt om buitenlandse bedrijven van de markt te halen. Er gaat wel vaak heel wat jaren overheen voor zoiets mogelijk is. Maar NIO heeft natuurlijk al aangegeven gewoon mee te willen werken, dus daar verwacht ik niet heel veel problemen mee. Maar ze hebben natuurlijk ook bekendgemaakt dat ze heel veel aandelen gaan uitgeven om meer kapitaal op te halen. Dus het is eigenlijk een periode, ja, dat het niet zo heel goed gaat met de aandeelprijs. Wat een koers gaat zijn voor 2021 is een beetje lastig. Zelf hoop ik op zo'n $75, dat zou echt prachtig zijn. Maar het is natuurlijk heel erg afwachten om te zien wat de komende maand gaat gebeuren. Als al dat nieuws achter de rug is, ben ik toch wel benieuwd hoe de aandeelprijs dan gaat reageren. En dan hebben we het laatste aandeel, dat is Apex Technology Acquisition Corp. Of natuurlijk wel AvePoint, die natuurlijk een oplossing is in Microsoft 365. Ik heb er natuurlijk net een video over gemaakt. De gemiddelde aankoopkoers is $14.18. Op dit moment staan we op $16.33. Met een ongerealiseerde winst van iets meer dan €50. Oftewel 15,5%. Zoals je ziet is de waarde niet heel hoog. Dat heeft ermee te maken dat ik al bijna aan de €2500 per maand zat. Dus er was gewoon niet meer mogelijk om te beleggen. Want ik wil vasthouden aan die €2500 per maand. En als je nou kijkt naar december, was het natuurlijk gewoon een hele succesvolle maand. Als je kijkt naar de S&P 500, de Dow Jones, het ging niet een hele goede kant op. Maar als je kijkt naar de aandelen in dit portfolio, ging het natuurlijk gewoon heel goed. Je ziet hier links natuurlijk ook even een overzichtje van het totale account. Zoals jullie weten, €2500 per maand. Op dit moment is het totale account €3254. Oftewel een winst van meer dan €750 in een maandje tijd. Nou, is toch goed gegaan. Maar dat verwacht ik natuurlijk niet. Elke maand zullen ook slechte maanden tussen zitten. Dat is het met beleggen. Maar als je kijkt naar de lange termijn, dan hoop je natuurlijk dat het goed gaat komen. Maar daar heb ik alle vertrouwen in. Als je kijkt, ook alle aandelen staan in de plus. Er zijn natuurlijk een Tattooed Chef en een DIY Technology Group. Ja, die doen het veel beter dan ik eerlijk had verwacht. Ik had natuurlijk wel verwacht dat ze het goed zullen doen. Maar niemand zegt, oké, in 3-4 weken tijd gaat een Tattooed Chef even met 60% omhoog. Als je dat wel zegt, word je waarschijnlijk meteen opgenomen. Dus ik ben heel positief over de behaalde resultaten. Ik ben ook blij dat jullie deze video of deze serie, beter gezegd, echt aanspreken. Ik zie het aan de views, ik zie het aan de comments, ik zie het aan de likes. Dus dat waardeer ik allemaal, want dat is ook motiverend om door te gaan. Ik ben constant onderzoek aan het doen om inderdaad nieuwe aandelen
proberen te vinden die ik aan dit portfolio kan toevoegen. Mocht je dus dat soort video's willen zien, vergeet er zeker niet te abonneren, want die video's komen natuurlijk wel zelf aan. Voor nu komt wel een einde aan deze video. Laat zeker eventjes in de reacties achter hoe jullie portfolio's verlopen in december. Ik ben altijd benieuwd of het voor jullie ook hartstikke goed is gegaan. Voor nu wil ik je bedanken voor het kijken en zie je graag terug bij een volgende video. Later.